Goedemiddag, mijn naam is Giel Bakken en welkom bij dit college over toxicologie. We gaan vandaag drugsintoxicaties bespreken, maar ook geneesmiddelintoxicaties en hier en daar misschien ook een intoxicatie met een plant of een slangenbeet of iets wat tijdens het werk wordt opgelopen, dingen die uit de omgeving komen. Dus er komt veel aan bod. En de reden dat dat zo belangrijk is, dat blijkt wel uit de volgende krantenberichten. Zoals dit berichtje van vorig jaar, waarin bleek dat in de afgelopen 3 jaar een ruime verdubbeling was van het aantal drugsdoden in Nederland. Het gaat niet alleen over drugs, maar er zijn ook steeds meer ziekenhuisopnames en doden door medicijnen. En daar zijn de opiaten, dat zijn zware pijnstillers, erg berucht voor. Enerzijds komt dat door fouten bij de toediening van medicijnen. En anderzijds betreft het ook zelfmoordpogingen met medicatie. Hoe vaak dat nou precies voorkomt en wat de gevolgen daarvan zijn voor de maatschappij, is mooi op een rijtje gezet in een recent artikel vanuit het Erasmus Medisch Centrum. Zij hebben alle spoedeisende hulpbezoeken in het jaar 2016 op een rij gezet. En toen bleek dat 3,2%, dus ongeveer 1 op de 30 bezoeken, was in verband met een intoxicatie. Ver weg in de meeste gevallen ging dat om alcohol. Maar ook de drugs of abuse, hè, dus dat zijn de drugs die worden gebruikt in het uitgaansleven, die scoren hoog met zo'n 30%. En in zo ongeveer 20% ging het om geneesmiddelen. Nou, het valt direct op dat deze aantallen niet bij elkaar optellen tot 100%. En dat is te verklaren doordat er vaak mengintoxicaties zijn, eigenlijk bijna altijd met alcohol. Dus vandaar dat alcohol ook zo'n hoge piek heeft. Er is ook gekeken naar om wat voor patiënten dat dan ging. En daar valt op dat het vooral mannen zijn. Ja, dus afhankelijk van welk middel zie je dat 70 of zelfs 75% van de mensen die daarmee op de spoedeisende hulp beland een man is. Maar als je kijkt naar geneesmiddelen, dan is dat ongeveer 50%. Wat verder opvalt is dat het een vrij jonge populatie betreft. En gemiddelde leeftijd is 35, 34, in het geval van de drugs zelfs 31. Maar de spreiding is wel heel groot. Hè? Dus hier zitten mensen van 16, maar ook mensen van 88 in. Bij geneesmiddelen is het wat oudere leeftijd. En dat is te verklaren omdat mensen op oudere leeftijd meer medicijnen gebruiken. Dus dan gaat er ook eerder iets mis. Een andere reden is dat zelfmoordpogingen met medicijnen ook op wat latere leeftijd voornamelijk voorkomen. In dit artikel is ook gekeken naar wat de kosten daarvan zijn voor de Nederlandse maatschappij. En als dan wordt gekeken naar de totale groep van alle intoxicaties, en onder andere de kosten van het eerste hulpbezoek worden meegenomen, maar ook de ambulancekosten, de kosten van de ziekenhuisopname of op de intensive care of op de afdeling. En dat maal het aantal dagen dat opname nodig is. En dan zie je dat dat voor de hele groep zo'n €1500 per persoon kost. Als je dat eruit splitst, dan is alcohol het goedkoopst met €1070 per persoon. Drugs liggen daar zo'n €100 boven. En medicatie, dat komt omdat er veel langere opnames voor nodig zijn, zie je dat de kosten tot zo'n €3000 per persoon zijn. Dat zijn kosten voor de maatschappij die ontstaan door het misbruik van deze middelen. Dat is natuurlijk maar één manier om te kijken naar de gevolgen van drugsgebruik en van medicijngebruik. En als we dan inzoomen op specifieke drugsgebruik, dan is de drugsmonitor van het Trimbos Instituut een hele mooie bron. En die heeft ook op andere manieren naar drugsmisbruik gekeken. Allereerst de cijfers over het gebruik in Nederland. En dat is uitgesplitst in een laatste maand gebruik en laatste jaar gebruik aan mensen die deze vragenlijst ontvingen. Zo zie je dat 7,5% het is een representatieve steekproef, dus van de Nederlanders, het laatste jaar cannabis heeft gebruikt. Cocaïne ligt zo rond 1,6%. En ecstasy en speedachtigen, dus de amfetamine, 2,8% en 1,1% respectievelijk. Wat tevens opvalt is dat het in het geval van cocaïne en ecstasy om een toename gaat over de afgelopen jaren.
En dat dat ook de middelen zijn waar Nederland relatief meer van gebruikt dan andere landen. Een andere manier om te kijken naar de gevolgen van drugsgebruik is middels het aantal probleemgebruikers, dus het aantal mensen die echt misbruik maken van een middel, en het aantal mensen in de verslavingszorg. En de cijfers zijn niet helemaal compleet, maar wat opvalt is dat er relatief veel cannabismisbruikers zijn in Nederland. En dat dat dit ook de hoofdmoot is van de verslavingszorg, wat betreft drugs in Nederland. Als laatste zou je kunnen zeggen dat geregistreerde sterfte, hè, dat dat een belangrijke maat is van de veiligheid van bepaalde drugs. En daar is in deze cijfers naar gekeken. En dat is dus in een jaar tijd zie je dat er ongeveer 40 mensen overlijden door cocaïne. En 4 door de partydrugs, ecstasy en amfetamine. En die 4, dat zijn dan ook die je terugziet in de nieuwsberichten, meestal rond het Amsterdam Dance Event en dat soort dingen. Verder valt op dat cannabis relatief veilig is, in de zin van dat daar geen acute doden vallen. En dat er, ondanks dat er heel weinig opiaatgebruikers zijn in Nederland, en in deze cijfers zijn alleen heroïne en methadon meegenomen, dat er toch relatief veel doden doorvallen. Dus in die zin zou je kunnen stellen dat opiaten de minst veilige drugs zijn. Het Trimbos Instituut vergelijkt deze cijfers ook altijd mooi met die van alcohol en tabak. En nou, het zal niemand verrassen dat tot wel 80% van de Nederlandse bevolking in het afgelopen jaar alcohol heeft gebruikt. En er zijn toch ook nog bijna 23% rokers. En dat is gelukkig wel dalende de afgelopen jaren, maar het alcoholgebruik is grotendeels gelijk gebleven. Als je dan kijkt naar het aantal sterfgevallen, dan is dit voor zowel alcohol als tabak eigenlijk niet te vergelijken met met drugs. Een belangrijk verschil daarbij is natuurlijk wel dat het in het geval van alcohol en tabak eigenlijk altijd gaat om chronische ziekte en niet door acute sterfte. Als laatste heeft het Trimbos in een andere analyse, namelijk analyse naar het aantal drugsincidenten, gekeken hoe ernstig patiënten eraan toe waren als ze met een intoxicatie op de spoedeisende hulp belanden. En dan zie je dat met name GHB-intoxicaties relatief ernstig zijn. En ook intoxicaties met meer dan één drug, die springen eruit in deze cijfers. En dat multigebruik van drugs, dat is eigenlijk een groot probleem. En dat is een plaatje hiernaast aangegeven, waarbij je ziet dat de ecstasy, amfetamine en cocaïne gebruikers eigenlijk heel veel overlap hebben. En dat tot wel 13% zelfs alle drie van deze middelen gebruikt. Niet specifiek om gelijktijdig gebruik, maar dat wordt wel veel gedaan. Er zijn al veel drugs langsgekomen, maar dit is een mooie indeling naar hoe de drugs nou eigenlijk werken en wat ze doen. En dan zijn er eigenlijk 4 hoofdgroepen te onderscheiden, namelijk de uppers, de tripmiddelen, de downers en de opiaten. En allereerst de uppers, ja, dus dat zijn met name de oppeppende middelen. Denk aan cafeïne, als je daar maar genoeg van inneemt, dan kun je dat ook als een drug zien. MDMA, dat is de ecstasy. Amfetamines, dat is speed. En ook de designer amfetamines, dus dat zijn de nieuw op de markt gekomen amfetamines, die vaak ook aan het begin nog niet geregistreerd zijn als illegaal. Dus dan veel gebruikt worden en op een gegeven moment dan krijgen ze de status illegaal en dan zie je dat het gebruik weer wat daalt. Cocaïne is een goed voorbeeld van een upper. En misschien wat minder bekend, maar kat, dat is een soort grassoort die met name in West-Afrika veel wordt gebruikt. En er zit ook oppeppende middelen in. De tripmiddelen, dat zijn middelen zoals cannabis, maar ook ketamine, lachgas, paddo's, LSD, poppers. En dat kenmerkt zich eigenlijk dat je dit gebruikt voor een high. En dat kan in sommige gevallen kan dat een wat langere high zijn, en in andere gevallen kan het wat een kortere high zijn. Maar vandaar dat we die middelen hebben gegroepeerd. De downers, dat zijn met name middelen waar je lekker van gaat slapen. Ja, dus dan kun je denken aan de benzodiazepines, dat zijn geneesmiddelen die ook op recept worden gebruikt als slaapmiddel, GHB en alcohol. En de opiaten, daarvan is heroïne eigenlijk de belangrijkste drug of abuse.
Methadon wordt ook nog wel eens gebruikt door drugsverslaafden. En fentanyl, oxycodon en morfine, dat zijn eigenlijk van de oorsprong zijn dat pijnstillers. Maar we zien helaas dat die de laatste tijd ook meer en meer worden gebruikt als drug of abuse. Gaan we kort de middelen langs. En je kunt aan de kleur dus een beetje zien in welke groep ze vallen. Allereerst de ecstasy of de MDMA. Dat zijn synoniemen. En dat is eigenlijk bijna altijd een pilvorm. En die werkt met name door verhoging van het serotonine, noradrenaline en dopamine niveau in je brein. Gevolg daarvan is dat je hyperactief wordt, je eufor gaat voelen, stereotype gedrag gaat vertonen, hè, zoals het knuffelen en het met de kaken bewegen. En het remt ook de eetlust. Gevaren, als het misgaat met deze drug, die hebben te maken met bijvoorbeeld hyperthermie. Dus het oververhit raken, omdat je zo hard staat te dansen en omdat je je warmte niet goed kwijtraakt. En excited delirium, wat een soort eigenlijk hele agressieve uiting is van drugs. Als je daar voorbeelden van wilt zien, dan zijn er eigenlijk tal van filmpjes ook te vinden op YouTube. Dus ik raad aan die vooral te bekijken. En een SIADH. En dat is in de volksmond meer bekend als een watervergiftiging. En een SIADH dat staat voor Syndrome of Inappropriate ADH-secretie. ADH dat is je antidiuretisch hormoon. En door dit syndroom krijg je er eigenlijk een teveel van. Antidiuretisch betekent eigenlijk anti-veel plas. En dus wat er gebeurt is dat je minder gaat plassen. En inderdaad, je gaat dus ook je vocht vasthouden. Gevolg daarvan is dat je dus net zoveel zouten in je lichaam hebt, en daarvan is natrium de belangrijkste, maar meer vocht. Dus relatief krijg je een tekort aan die zouten. En dan nogmaals, natrium is de belangrijkste, dus een relatieve hyponatremie is wat er gezien wordt. Dat aan zich kan behoorlijk vervelende klachten geven, in de zin van verwardheid, spierklachten. Maar in de hele acute setting is het met name gevaarlijk omdat in de cellen het zoutniveau hoger is dan in de bloedbaan. En door osmose trekt dan het vocht uit de bloedbaan de cellen in, waardoor die cellen gaan zwellen. En dat is met name voor het brein is dat erg vervelend, want er zit natuurlijk een schedel omheen. En die schedel die zorgt ervoor dat het brein niet onbeperkt kan zwellen. En gevolg is dan ook dat hersenverdrukking kan ontstaan, waardoor de hersenen zich als het ware kapot drukken. Dat wordt ook wel inklemming genoemd. Ecstasy is over het algemeen niet verslavend, maar er kan wel gewenning optreden. Wat betekent dat je, als je naarmate je het vaker gaat gebruiken, meer nodig gaat hebben. En een andere belangrijke kanttekening hierbij is dat het vaak gecombineerd wordt met amfetamines. En dat amfetamines wel verslavender zijn dan ecstasy. De hoeveelheid MDMA die in ecstasypillen gevonden wordt, is verdubbeld ten opzichte van 2008. En de Nederlandse ecstasy heeft ook een van de hoogste hoeveelheden MDMA per pil. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden als iemand langdurig niet heeft gebruikt of als die uit het buitenland komt. Ecstasy is heel vergelijkbaar met amfetamines. En de gewone amfetamine, dat is de speed. Maar er bestaan ook heel veel nieuwe soorten amfetamines, heb ik net al iets over gezegd. En die worden ook wel designer drugs genoemd. En die kenmerken zich vooral doordat ze potenter zijn, dus sterker werken en vaak ook langer werken. En zoals gezegd, zijn dat nieuwe middelen die dan nog niet op de opiumlijst staan, waardoor ze aanvankelijk nog niet illegaal zijn. En amfetamines worden vaak gesnoven, maar zijn enkele keer ook in pilvorm of vloeibaar beschikbaar. Werking is iets minder dan de ecstasy, gericht op het serotonine, maar met name dus op de dopamine en de noradrenaline. En de effecten zijn eigenlijk vrij vergelijkbaar. Ook hyperthermie treedt hierbij op, net als het excited delirium, maar het SIADH dat zien we minder.
En in plaats daarvan zien we helaas dat er wel eens door hoge bloeddrukken, door hypertensie, bloedingen optreden. En dat gebeurt met name in het brein. Dus ook jonge mensen kunnen na deze middelen hersenbloedingen krijgen. Crystal meth, ook wel bekend van Breaking Bad, is overigens ook een voorbeeld van een amfetamine. En dan eentje die heel sterk werkt en ook heel lang werkt. En oh, zoals ook misschien wel in de serie gezien, weet je dat het op tal van verschillende manieren gebruikt kan worden, hè. Dus ik noemde net snuiven en pillen. Maar het is tegenwoordig ook hip om het te injecteren of het via andere wegen in te brengen. Dan de cocaïne. Dat is ook een typische upper. Werkt voornamelijk dopaminerg en op de noradrenaline. En zoals de meesten van jullie zullen weten, wordt dat met name gesnoven. Maar ook crack, ja, dus dat is cocaïne die je kunt roken, wordt gebruikt. Al is dat vooral in Amerika en wat minder in Nederland het geval. Ook hier zijn de effecten eigenlijk weer heel vergelijkbaar van. En naast de gevaren die ik net noemde, zien we bij cocaïne dat er relatief veel hartinfarcten optreden. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er effecten zijn op de kransslagaders. Die gaan een klein beetje samen spannen onder invloed van cocaïne. En het geeft ook een klein beetje trombocytenactivatie, dus activatie van je bloedplaatjes. En die combinatie kan ervoor zorgen dat hartinfarcten optreden. Verslaving komt frequenter voor dan bij de hierboven genoemde middelen. En van de hierboven genoemde middelen staat Amsterdam stipt op nummer 1, als je het hebt over de hoeveelheid die in het riool wordt aangetroffen. Maar op Amsterdam, maar qua cocaïne heeft Amsterdam de tweede plaats ingenomen en is de eerste plaats aan Bristol in het Verenigd Koninkrijk. Oké, dan gaan we door naar de tripmiddelen. En daar is cannabis de meest bekende van. En cannabis hebben we ook weer in verschillende toedieningsvormen. De wiet en de hash zijn natuurlijk wel bekend, maar er bestaan ook synthetische cannabinoïden. Die eigenlijk allemaal heel vergelijkbaar werken. En dat is doordat ze de normale neurotransmissie eigenlijk verstoren en de dopamine verhogen. Gevolg is dan ook dat mensen zich eufor kunnen voelen en hallucinaties kunnen ervaren. Verder staan ze wat wankeler op de benen en zijn ze wat minder in staat om machines en voertuigen te besturen. Gevaren zijn met name wat chronischer van aard. De cannabis staat erom bekend dat het psychoses kan uitlokken. Zeker bij mensen die daar vatbaar voor zijn. En meer op de korte termijn zien we met name veel misselijkheid klachten. Verslaving treedt frequent op. Dat hebben we ook net gezien in de cijfers. En THC is de belangrijkste werkzame stof in cannabinoïden. En het is goed om te beseffen dat nederwiet tot wel 2 keer meer THC bevat dan geïmporteerde wiet. Afhankelijk van het gebruik geeft cannabis trips die een aantal minuten tot enkele uren aan kunnen houden. Dan de ketamine. Ketamine is een relatief nieuw middel. Dat werkt middels blokkade van de NMDA-receptoren. En de effecten die verschillen nogal of je een lage dosering of een hoge dosering gebruikt. In het geval van een lage dosering treedt pijnstillende effect treedt al snel op, maar zijn de effecten vooral opwekkend. Dus zul je zien dat mensen hyperactief en eufor worden. En dat is een trip die, nou, afhankelijk van hoeveel je gebruikt, tot een aantal uren kan aanhouden, maar meestal korter. In hoge doseringen wordt het ook wel gebruikt als een anestheticum, dus een slaapmiddel, ook op de operatiekamer. En dat is dan ook direct het grote gevaar van ketamine. Dat als je er te veel van gebruikt, dan raak je in een zogenaamde K-hole. En dat is eigenlijk een hele diepe slaap waar je maar moeilijk uit kunt komen. Het is nog niet bekend hoe verslavend dit middel is. Lachgas, dat is ook iets wat de laatste jaren eigenlijk meer en meer wordt gebruikt. Het is niet helemaal duidelijk hoe het nou zorgt voor de prettige effecten, maar waarschijnlijk werkt dat ook via die NMDA-receptoren.
Belangrijke andere werking is wel dat het ook aan het hemoglobine bindt en steviger dan zuurstof. Dus als je genoeg ballonnetjes tot je neemt, dan kan het lachgas het zuurstof verdrukken. En het inhibeert ook de werking van vitamine B12. En zeker bij chronisch gebruikers zien we wel dat er daardoor vitamine B12 tekorten ontstaan. Met zenuwschade als gevolg en in enkele keer ook dwarslezing. De effecten zijn heel kortdurend en komen met name door een veranderde zintuiglijke waarneming. Grappig weetje is dat het meest voorkomende letsel door lachgasgebruik bevriezing is. Dat heeft ermee te maken dat de slagroomspuiten waarmee het wordt gebruikt, die koelen heel erg af omdat het gas er met hoge druk uitkomt. En dat is dan ook de reden dat het eerst in een ballonnetje wordt gespoten, want direct aan de slagroomspuit inhaleren kan zorgen voor bevriezing van de mond. Maar vaak vergeten de gebruikers dat die duurt erg koud kan worden. En zetten ze het bijvoorbeeld tegen hun been of tegen hun arm, waardoor daar ook bevriezingsletsels ontstaan. Ook dit middel wordt overigens gebruikt als anestheticum. En dan met name door tandartsen. Dan zijn er nog een aantal andere tripmiddelen die ik op deze slide heb geprobeerd samen te vatten. Dat is bijvoorbeeld LSD, paddo's, truffels, maar ook angel's dust. Andere naam daarvoor is PCP. En die werken eigenlijk allemaal ook via een verstoring van de zintuiglijke waarneming. En in het geval van paddenstoelen en truffels gaat het om tryptamines, anders gaat het om de stof zelf. Ook hier treden weer euforie en hallucinaties op. En afhankelijk van de toedieningsvorm is dat korter of langer durend. Gevaren zijn met name een bad trip. Als iemand erg angstig wordt in zijn hallucinaties of in zijn high, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. En ook deze middelen staan erom bekend dat ze psychoses kunnen uitlokken. Zover bekend zijn ze niet of nauwelijks verslavend. En het is opvallend dat er de laatste decennia een afname is in het aantal gebruikers. Komt enerzijds door de opmars van nieuwe middelen, zoals lachgas en ketamine. En anderzijds omdat de verkoop van in ieder geval de paddo's illegaal is geworden in 2003. Met ook de afschaffing van de smartshops. Waardoor er veel minder beschikbaarheid is van deze middelen. Dan de downers. Daarvan is alcohol ver weg de bekendste. Dat werkt via een versterking van het GABA en een remming van de glutamaatreceptoren in het brein. Gevolg is dat je je ontremd gaat voelen en dat er vices en coördinatiestoornissen kunnen optreden. Op korte termijn zijn de gevolgen hiervan met name de traumatisch. Hè? Dus mensen die verongelukken of die zichzelf bezeren onder invloed van alcohol. En op de lange termijn zijn de gevaren met name alcoholische leverschade en alcoholische breinschade. En dat laatste wordt ook wel een Wernicke-encefalopathie genoemd. Alcohol is zeer verslavend. En een grappig weetje is dat de eliminatie, hè, dus de uitscheiding van alcohol, als een van de weinige middelen via een nulde ordekinetiek verloopt. Dat betekent dat of je nou 1 of 10 glazen op hebt, je scheidt een even grote hoeveelheid uit. Normaal gesproken is dat een percentage, namelijk de helft per tijdseenheid, de zogenaamde halfwaardetijd. Maar in het geval van alcohol verloopt die excretie lineair en wel met ongeveer 1 standaardeenheid per uur. Het is goed om te weten dat die standaardeenheden grotendeels overeenkomen. Ja, dus een standaard glas wijn, daar zit minder in, maar omdat wijn sterker is, zit er ongeveer evenveel alcohol in als in een glas bier. En hetzelfde geldt voor mixdrankjes en voor sterke dranken die puur worden gedronken. Slaapmiddelen, en dat zijn eigenlijk voornamelijk de benzodiazepines die worden gebruikt. Die werken via versterking van GABA en zijn daardoor slaapversterkend, maar ook angstverlichtend en enigszins spierverslappend. Het grote gevaar hiervan is dat mensen vaak onbewust verslaafd raken. Ja, dus ze gaan het gebruiken in eerste instantie omdat ze slaapproblemen hebben, maar omdat ze eraan wennen, kunnen ze in korte tijd eigenlijk niet meer zonder.
En zeker in hogere doseringen staat het erom bekend dat het ook ademdepressies en zelfs ademstops kan geven, met alle gevolgen van dien. Middelen zijn zeer verslavend en hebben ook een groot gewenningseffect. Dus er is meer en meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. En dat geldt helaas ook met name voor dat slaapverwekkende effect. Ja, dus voor het slaapverwekkende heb je steeds meer en meer nodig. En terwijl op andere gebieden heb je er eerder last van als je meer gaat gebruiken. Het betreft zoals gezegd vele receptgeneesmiddelen. En we zien de laatste tijd ook dat er een toename is in de internethandel van deze middelen. En import vanuit bijvoorbeeld Azië. Het staat nu op de tweede plek, eigenlijk kort gevolgd achter de erectiepillen. Dan de GHB, gamma-hydroxybotersuur. Werkt ook weer eigenlijk heel vergelijkbaar met alcohol en de benzodiazepines. En de effecten zijn dan ook weer vergelijkbaar. Het gevaar van GHB is dat het heel moeilijk te doseren is. 5 milliliter kan al te veel zijn voor een gebruiker die niet gewend is om GHB te gebruiken. En dat is echt heel weinig, hè. Dat is minder dan een dopje van een spa-fles. Dus om die reden heb je vrij snel een overdosering te pakken. En overdosering dat uit zich dan met name in een coma, diepe, diepe slaap, die in enkele gevallen ook gepaard gaat met ademstops en daardoor een enkele keer zelfs overlijden. Het middel is zeer verslavend en er treedt ook een grote mate van gewenning op. Dus ook hier heb je steeds meer en meer van nodig. En een andere reden dat het relatief veel gebruikt wordt, is dat het heel goedkoop is in de productie. De grondstoffen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Ja, dus dat is bijvoorbeeld velgenreiniger, gedemineraliseerd water en bakpoeder. Als je die drie grondstoffen hebt, dan heb je genoeg om een aantal liters te maken. En nogmaals, 5 milliliter is al genoeg, dus dan kun je een hele tijd vooruit. Gaan we door naar de opiaten. En dan heb ik een aparte slide voor de heroïne en de methadon. Terwijl eigenlijk alle opiaten hetzelfde werken, namelijk via stimulering van de opiaatreceptoren. Maar met name de heroïne staat erom bekend dat die door drugsgebruikers wordt gebruikt. Gevolgen daarvan, of dat doen zij in verband met de Ivoren-effecten. En het werkt ook sederend. En gevaren die kunnen optreden in het geval van overdosering is ook weer die ademdepressie en ademstops. Maar omdat heroïne veel gebruikt wordt via intraveneuze injecties, is het ook een belangrijk gevaar om infectieziekten, waaronder HIV en hepatitis, over te dragen. De middelen zijn zeer, zeer verslavend en ook hier treedt gewenning op. De reden dat ik methadon op dezezelfde slide heb gezet, is omdat het vaak als substitutie wordt aangeboden aan heroïnegebruikers. En dat is omdat heroïne, nou, dat wordt dus of gespoten of verdampt en dan geïnhaleerd. En methadon, dat is een pilletje en kent in dat opzicht minder risico's dan heroïnegebruik. Maar de werking is hetzelfde. En aan de andere kant op het opiatenspectrum staan de opiaten die op recept verkrijgbaar zijn. Dus dat zijn oxycodon, fentanyl, morfine, in mindere mate ook tramadol. En de effecten daarvan zijn eigenlijk hetzelfde, al staat de euforie iets minder op de voorgrond. Ook deze zijn zeer verslavend en ze worden veel gebruikt als pijnstilling. En dat is ook de reden dat er een relatief grote hoeveelheid mensen verslaafd aan is geraakt. En met name in de Verenigde Staten wordt er zelfs al gesproken over een zogenaamde epidemie, de opiaatepidemie. Alle gevolgen van dien, want een overdosering met deze middelen is net zo gevaarlijk als met bijvoorbeeld heroïne. En omdat we in Nederland ook een groeiende zwarte markt zien en ook een groeiend gebruik van het aantal recepten die uitgeschreven worden op het gebied voor opiaten, is er een overheidscampagne gestart, www.opiaten.nl, waarin de overheid eigenlijk
voorschrijvers oproept om minder opiaten voor te schrijven door middel van richtlijnen, kennis en patiënteducatie. Dat is ook een goede tip om daar even op te kijken. Dit was het eerste deel van de presentatie, waarin we de verschillende drugs zijn langsgelopen en ook een aantal cijfers hebben gezien over het drugsgebruik in Nederland. We gaan nu verder over toxidromen. En toxidromen, dat zijn eigenlijk een manier om, als je nou niet weet wat iemand heeft gebruikt, om toch een beetje te kunnen achterhalen wat voor soort middelen hij heeft gebruikt. En wat je dan doet, is kijken naar de symptomen. Dus toxidromen zijn eigenlijk een verzameling van symptomen die optreden ten gevolge van het gebruik van middelen. Een intoxicatie met middelen. En om dat goed uit te kunnen leggen, is het belangrijk dat we nog even het autonome zenuwstelsel herhalen. Het autonome zenuwstelsel bestaat eigenlijk uit twee paden. Hier links weergegeven het sympathisch zenuwstelsel en rechts het parasympathisch zenuwstelsel. En het enige wat je aan dit plaatje even moet onthouden is dat die zenuwbanen eigenlijk nooit direct naar het eindorgaan gaan, maar altijd een tussenstation hebben. En in het geval van de sympathicus liggen die of in het ruggenmerg of erbuiten. En in het geval van de parasympathicus liggen die eigenlijk altijd erbuiten. Het doel van het sympathisch zenuwstelsel is eigenlijk om de fight of flight reactie te bewerkstelligen. Dus dan moet je denken aan een stijging van de hartslag, een stijging van de bloeddruk, een stijging van de ademfrequentie, meer zweetproductie. Alles om er zo snel mogelijk weg te kunnen komen ergens of die mammoet, hè, zoals we vroeger deden, die mammoet te kunnen vangen. Dan moet je sympathisch actief zijn om die mammoet te vangen. Nou, als je die dan eindelijk hebt gevangen, dan heb je niks meer aan die hoge hartslag en die hoge bloeddruk. Nu is het juist zaak dat je je voedsel zo goed mogelijk verwerkt. En daarvoor zorgt het parasympathisch zenuwstelsel. Dus dan moet je denken aan een toename van de verteringssappen, toename van de darmmotiliteit. Bij een actief parasympathisch stelsel heb je tijd om naar het toilet te gaan, dus je zult vaker moeten plassen en vaker ook moeten ontlasten. Belangrijk voor het komende stuk is dat die neurotransmissie van beide systemen anders verloopt. Tot aan dat tussenstation waar ik net over vertelde, is het in allebei de gevallen cholinerg. Dat betekent dat acetylcholine de belangrijkste neurotransmitter is. En acetylcholine kent twee receptoren, of de nicotinerge receptor of de muscarinerge receptor. En de nicotinerge receptor, die kennen jullie misschien ook wel, omdat die erg wordt aangezet onder invloed van nicotine in tabaksrook. Nou, in het geval van de sympathicus is het dus tot aan dat tussenstation cholinerg en daarna met name adrenerg of noradrenerg. Een belangrijke uitzondering daarop zijn overigens de zweetklieren. Dat zijn cholinerge aangestuurde klieren. Heel vergelijkbaar met de parasympathicus dus, want dat is allebei cholinerg. Als we het zo meteen gaan hebben over de toxidromen, dan zal je zien dat soms het sympathisch zenuwstelsel wordt aangezet. Anderzijds juist het parasympathisch stelsel wordt beïnvloed, aangezet of uitgezet. En als je deze basis goed snapt, dan kun je beredeneren wat voor gevolgen dat heeft op het lichaam. Het is ook goed om te beseffen dat deze systemen altijd in balans zijn. Dus op het moment dat het sympathisch zenuwstelsel actiever wordt, zou je lichaam proberen om het parasympathisch zenuwstelsel minder actief te maken en andersom. Het eerste toxidroom dat we gaan bespreken is het zogenaamde sympathicomimetisch toxidroom. En dat wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat het de sympathicus mimt, hè, nadoet. Dus dit is gelijkend op het sympathische zenuwstelsel. Gevolg is dan ook dat de hartslag en de bloeddruk omhoog zullen gaan, dat de ademfrequentie omhoog gaat, dat de lichaamstemperatuur
omhoog gaat. Dat is overigens ook meteen het meest bedreigende als dit optreedt. Want dan kan er die hyperthermie die kan uiteindelijk zorgen voor multiorgaanfalen. Pupillen gaan wijd openstaan om zo goed mogelijk te kunnen zien. En de zweetproductie zal toenemen. De darmgeluiden is misschien een beetje een vreemde eend in dit plaatje. En dat heeft er alles mee te maken dat patiënten die een sympathicomimetisch toxidroom hebben, daarvan verwacht je dus eigenlijk dat die dus juist een wat minder actief parasympathisch systeem hebben, dus dat ze wat minder actieve darmgeluiden zullen hebben. Maar ze zijn ook over het algemeen heel geagiteerd. Ze zitten niet stil, ze zijn enkele keer zelfs agressief, of we hebben het eerder besproken, excited delirium syndroom. En dat is de reden omdat die mensen eigenlijk niet stilzitten. Als je dan naar die darmen luistert, dan zul je eigenlijk altijd wel geluiden horen. Dus zo kunnen we verklaren waarom ook die darmgeluiden omhoog gaan. Sympathicomimetisch toxidroom treedt op bij een overdosering van met name de uppers, hè, zoals MDMA, amfetamines, cocaïne. Het kan in theorie ook bij cafeïne, bij kat, eigenlijk al die middelen waar je actiever van wordt. Tripmiddelen staat tussen haakjes, want dat hangt er helemaal van af wat voor trip je ervaart. Als dat een bad trip is, dan kan het zo zijn dat je angstig wordt en dat je daardoor een klachten krijgt die gelijken op het sympathicomimetisch toxidroom. Qua geneesmiddelen zijn er eigenlijk weinig geneesmiddelen die dit kunnen geven. In theorie praat je dan over adrenaline en noradrenaline. Dat zijn hele logische, want dat zijn ook de neurotransmitters die erbij betrokken zijn. Maar in de praktijk zul je eigenlijk nooit zien dat mensen daar een overdosering van hebben, tenzij dat door de dokter verkeerd is toegediend. Het tweede toxidroom dat we gaan bespreken is het anticholinerge toxidroom. En dat lijkt heel erg op het sympathicomimetische toxidroom. En als we dit proberen te vertalen, dan staat hier dus eigenlijk anti-parasympathisch. Hè? Want als we terugdenken aan dat plaatje, dan is die parasympathicus, die is eigenlijk dubbel cholinerg geactiveerd. Dus als je dat remt, dat acetylcholine, dan rem je die parasympathicus veel harder als dat je die sympathicus remt. En daardoor krijg je dus ook klachten gelijkbaar zijn met een te actieve sympathicus. Namelijk een verhoogde hartslag. De ademfrequentie heeft er niet zoveel invloed. De lichaamstemperatuur zal stijgen. De pupillen worden weer wijd. Nu ook weer om maar zo goed mogelijk te zien. Hè, dat is dat actieve sympathicus. En de darmgeluiden nemen in dit geval wel af. En de reden daarvoor is dat we echt heel actief die parasympathicus aan het remmen zijn. Dus net activeerden we de sympathicus, nu zijn we de parasympathicus echt aan het onderdrukken. En gevolg is dan ook dat de bowelsounds afnemen. De zweetproductie neemt ook af, en dat heeft er weer mee te maken, dat is wel een sympathische functie. Maar omdat er die uitzondering is, hè, omdat de zweetklieren met name cholinerg aangestuurd worden, zullen we zien dat de zweetproductie afneemt. Geneesmiddelen die dit veroorzaken zijn met name de tricyclische antidepressiva. Antipsychotica kunnen het ook doen. Atropine is bij uitstek een anticholinerg werkend middel. En dat wordt ook wel eens gebruikt om tegenovergestelde reacties juist te remmen. Oxybutynine, dat is ook een anticholinerg middel, wordt gebruikt tegen blaaskrampen. En wolfskers en duivelskruid, dat zijn middelen die in de natuur voor kunnen komen, die een vergelijkbaar syndroom geven. Er zijn eigenlijk geen drugs die dit uitlokken. Belangrijk ook om je te beseffen is dat vergelijkbaar met die oxybutynine en ook zowel dus het remmen van de bowelsounds, daardoor wordt dus mensen krijgen obstipatieachtige klachten. Maar mensen kunnen ook niet meer plassen. En dat kan van belangrijke invloed zijn op het moment dat je een drugstest wil doen. Verder valt op dat het ook verwardheidsklachten geeft.
En in Engeland wordt ook wel het ezelsbruggetje voor dit oxydroom gebruikt, dat iemand red as a hair is, dus erg rood omdat hij zo warm is, dry as a bone, dus erg droog omdat hij niet meer zweet, en mad as a hatter, in de zin van dat hij erg verward en gek doet. Dit toxidroom is eigenlijk precies het tegenovergestelde van het cholinergetoxidroom. Ja, dus wat we bedoelen met cholinergetoxidroom is dat het juist werkt zoals die acetylcholine werkt. Dus dat is een beetje versterking van de sympathicus, maar veel sterker versterking van de parasympathicus. Gevolg is dan ook dat je verwacht dat de hartslag naar beneden gaat en de bloeddruk. De lichaamstemperatuur doet het niet zo gek veel. Pupillen worden juist nauw, zoals dat ook gebeurt als je parasympathicus erg actief is. Darmgeluiden nemen toe en ook de zweetproductie neemt toe vanwege die uitzondering die we eerder bespraken. Het heeft niet zoveel gevolgen voor je bewustzijn. En wat het meest gevaarlijk is bij deze patiënten is uitdroging. Want niet alleen die zweetproductie neemt enorm toe. Maar ook eigenlijk alle klierproducties. Dus je krijgt een enorme speekselvloed, het gaat schuimbekken. Maar ook de klieren in je darm gaan enorm aanstaan, waardoor je veel diarree kunt ontwikkelen. Als dat maar lang genoeg aanhoudt, gecombineerd met die remming van de hartslag en de bloeddruk, kan dat een circulatiestilstand geven. Middelen die dit kunnen veroorzaken, dat zijn met name middelen die in de omgeving voorkomen, zoals insecticiden, dus stofjes om insecten mee dood te maken en ook stofjes om mensen mee dood te maken in de zin van chemische oorlogswapens. Zenuwgassen werken erg cholinerg. Geneesmiddelen die dit kunnen uitlokken zijn bijvoorbeeld choline-esterase-remmers, die worden gebruikt bij de ziekte van Alzheimer. En drugs die dit, of ik moet niet zeggen drugs, dingen die in de natuur voorkomen, dat zijn tabak en spinnenbeet. En tabak, dat kennen we natuurlijk van de nicotine. En je kunt je voorstellen dat die nicotine dus met name op die nicotinerge receptor aangrijpt. Dus dat het in het geval van nicotine wat minder erg deze effecten zijn en wat meer ook de sympathische dingen zijn die op de voorgrond staan. Maar dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Je mag gewoon onthouden dat cholinerge toxidromen deze klachten geven. Dan het zogenaamde sedatief-hypnotisch toxidroom. Dat kenmerkt zich eigenlijk door een vermindering van het bewustzijn. En als je maar stil genoeg ligt, als je maar lekker genoeg slaapt, dan gaat ook de hartslag en de bloeddruk naar beneden. En als je zelfs comateus wordt, dan gebeurt het zelfs een enkele keer dat de ademhaling ermee stopt. En dat is dan ook het meest urgente gevaar bij het sedatief-hypnotisch toxidroom. Lichaamstemperatuur kan iets zakken, vergelijkbaar met hoe dat gebeurt in een diepe slaap. Bij de pupillen gebeurt in principe niet zoveel. Darmgeluiden kunnen ook weer vanwege die totale rust naar beneden gaan. En hetzelfde geldt voor het zweten. Het is niet zo dat het zweten direct geremd wordt, maar er is gewoon geen reden om te zweten bij deze patiënten. Middelen die het veroorzaken, dat zijn bijvoorbeeld alcohol en GHB als je het hebt over de drugs of abuse. En als je het hebt over geneesmiddelen, dan zijn het meer de benzodiazepines, barbituraten en antihistaminica die dit beeld kunnen geven. Het lijkt eigenlijk heel erg op dat van het opioïdetoxidroom, want zoals net besproken, ook opiaten geven een sedatie. Een belangrijk verschil daarbij is echter dat de pupillen en misschien ook wat meer de darmgeluiden echt geremd worden. En zo'n bekende bijwerking van opiaten is ook dat je er pinpoint pupillen van krijgt. Dus een belangrijk onderscheid met het vorige toxidroom is dat je hierbij echt hele nauwe pupillen zult verwachten. En omdat opiaten ook obstipatie als bijwerking hebben, zul je misschien nog net weer iets minder darmgeluiden verwachten. Je ademdepressie staat net als bij de vorige op de voorgrond, maar ook dat treedt misschien wel iets sterker op nog dan bij het sedatief hypnotisch toxidroom.
middelen die dit kunnen veroorzaken, ja, die hebben we eigenlijk al besproken. Hè. Dat zijn de opioïde pijnstillers. En als je het hebt over drugs of abuse, dan is dat met name de heroïne. Hier staan alle 5 toxidromen nog één keer genoemd. En let op, ze staan in een andere volgorde dan hoe wij ze net bespraken. Ga dit alsjeblieft niet uit je hoofd proberen te leren, maar probeer het vooral te beredeneren aan wat we eigenlijk net geprobeerd hebben. Hè. Dus wat gebeurt er met het sympathische zenuwstelsel? Wat gebeurt er met het parasympathische zenuwstelsel? En kun je aan de hand daarvan begrijpen wat er dus met al deze lichaamsfuncties gaat gebeuren? Klein uitstapje naar de drugstest. Hè, want toxidromen die gebruiken we om te proberen te achterhalen wat voor drugs mensen nou ingenomen hebben. Maar vaak kom je er puur aan de hand van die symptomatologie niet uit. En dan is het logisch om vervolgens in het bloedonderzoek of in het urineonderzoek te gaan testen welke drugs er nou zijn ingenomen. Daar hebben we eigenlijk 2 varianten voor. Enerzijds de urinesneltest en anderzijds de kwantitatieve bepaling. En die urinesneltest, ja, zoals de naam het zegt, die is snel en die geeft een kwalitatieve uitslag. Dat betekent, hij geeft een uitslag positief aanwezig of negatief afwezig. Maar hij zegt dus niks over hoeveel er daadwerkelijk in de urine aantoonbaar is. Bovendien is hij geschikt voor een beperkt aantal middelen. En bekijkt hij dat ook met een beperkte sensitiviteit en specificiteit. Hè? Dus dat betekent. Dat hij niet alles detecteert wat er te detecteren valt. En anderzijds dat hij soms ook positief is, terwijl er misschien nog helemaal geen stof aanwezig is. Nou, daartegenover staat de kwantitatieve bepaling. Die is veel duurder om uit te voeren. En dat is vaak ook niet heel snel mogelijk. Het hangt er een beetje vanaf voor welke stof. Hey, alcohol is bijvoorbeeld een routinebepaling die heel snel gedaan kan worden. Maar als je wil weten hoeveel GHB iemand in zijn bloed heeft, dan is dat een bepaling die een aantal uren duurt en die vaak ook alleen tijdens de dagdienst wordt uitgevoerd. Dus als iemand dan 's avonds op de spoedeisende hulp komt, dan heb je daar niet direct iets aan. Voordeel is wel dat hij veel nauwkeuriger is. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Hè. Als er acute nood aan de man is, dan kan zo'n test ook in de avond of in de nacht worden uitgevoerd. De urinesneltest die kijkt naar deze middelen die hier staan afgebeeld. En de detectiegrens die varieert nogal. Hè. Sommige middelen die pikt hij al op als een heel klein beetje in het bloed zit. En voor andere heb je bijna 200 keer zoveel nodig om het aan te tonen. Maar een belangrijk gegeven om rekening mee te houden is dat de tests ook lang positief kunnen blijven. Zeker voor bijvoorbeeld THC, dus voor cannabinoïden, maar ook voor cocaïne, weten we dat de test relatief lang positief kan blijven. Als THC, als je dat maar flink hebt gebruikt, dan kan het tot 30 dagen positief blijven. En cocaïne bij frequente gebruikers tot wel 8 dagen. Dus dat maakt de interpretatie van je testuitslag in de acute setting anders. Het komt niet heel vaak voor, maar er zijn ook een aantal kruisreacties waar je rekening mee kunt houden. Zo is bijvoorbeeld bekend dat de opiaten, ja, die komen uit de papaverplant oorspronkelijk, en er komt maanzaad ook uit. En dus om die reden kunnen mensen na het eten van een maanzaadbolletje positief testen voor opiaten. THC heeft een opvallende kruisreactie met magebeschermers van het type protonpompremmer. En de andere middelen of de andere kruisreacties die komen wat minder voor. Oké, nou dan hoop je aan de hand van de testen en je toxidromen een beetje te kunnen hebben achterhaald wat iemand nou heeft ingenomen. En dan moeten we hem nog behandelen. En daar kunnen we eigenlijk 3 principes onderscheiden. En die eerste, het symptomatisch behandelen, is eigenlijk ver weg het belangrijkste. Er staat de ABCDE-systematiek achtergenoemd, ook wel bekend als treat first, what kills first. Waarbij de A staat voor airway,
de B voor breathing, de C voor circulation, de D voor disability, oftewel neurologische uitval, en de E voor environment, oftewel omgevingsfactoren. En dat wil zeggen dat als de luchtweg en de airway, als die geobstrueerd is, dan moet je daar in eerste instantie aan doen. Wat aan doen? Is de ademhaling beperkt, dan moet je daar wat aan doen. Is de circulatie verminderd, dan moet je daar wat aan doen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het intuberen van mensen, het toedienen van zuurstof, het geven van veel vocht zodat de bloeddruk op peil blijft, of het geven van middelen die de bloeddruk en de hartslag versnellen. Dat soort dingen. Dat is eigenlijk de hoeksteen van de behandeling. En dat is veel belangrijker dan de andere dingen die ik ga bespreken. Maar het is ook een beetje buiten de scope van dit college. Dus vandaar dat we gaan inzoomen op de andere twee punten. En dat is het beïnvloeden van de toxicokinetiek en het eventueel toedienen van antidota. Om te beginnen met het beïnvloeden van de toxicokinetiek, en dat is eigenlijk een variant op de farmacokinetiek. Ja, oftewel de absorptie, distributie, metabolisme en excretie van middelen. En nou, dat ging even mis, maar ik wilde vertellen dat er een aantal belangrijke verschillen zijn tussen toxicokinetiek en farmacokinetiek. En dat heeft er met name mee te maken dat als je heel veel van iets inneemt, dus een overdosering, dan kan bijvoorbeeld de absorptie vertraagd zijn, het metabolisme kan vertraagd zijn, de excretie kan vertraagd of juist versneld zijn. Dus dat zijn allemaal dingen om rekening mee te houden. Maar wat je eigenlijk wil, is het beïnvloeden van deze kinetische eigenschappen om te zorgen dat je het geneesmiddel zo min mogelijk opneemt of juist zo snel mogelijk weer kwijtraakt. En wat we dan kunnen doen is het remmen van de absorptie door bijvoorbeeld de maag te spoelen of door geactiveerde kool te geven of door iemand heel veel te laxeren door darmlavage toe te passen. Die gaan we straks allemaal los nog bespreken. Op het gebied van distributie kun je eigenlijk niet zo heel veel doen. Dan wordt in enkele gevallen een lipide-emulsie toegediend om het distributievolume te vergroten, met name van sterk lipofiele stoffen. Op het gebied van metabolisme kunnen we ook niet zoveel, maar een goede uitzondering erop, dat zijn alcoholen. Ja, dus bijvoorbeeld methanol of antivries. Dat zijn middelen, daar zijn met name de metabolieten schadelijk van. Dus als je die metabolisme in die metabolieten, de omzetting in die metabolieten, als je die remt, dan win je daar kostbare tijd mee. En ik ga straks uitleggen hoe je dat kunt doen. Op het gebied van excretie heb je het over het zo snel mogelijk kwijtraken van je geneesmiddel. En dat gebeurt met name via de urine. Dus kun je bijvoorbeeld veel vocht toedienen of de urine alkalischer maken. Allereerst even over die absorptievermindering. Nogmaals, zijn drie dingen die je kan doen. En als we het hebben over maagspoelen, dan wordt dat heel beperkt toegepast. Eigenlijk de enige indicatie die je hebt is als iemand heel snel op de spoedeisende hulp is. Is de inname meer dan een uur geleden, dan is het vaak al niet meer zinvol om de maag te spoelen. Er zijn uitzonderingen overigens. Met name als er bijvoorbeeld anticholinerge middelen zijn ingenomen, die de maaglediging dus remmen, dan kun je overwegen om die tijd iets te verlengen. En wat bovendien belangrijk is bij maagspoelen, is dat je het alleen kunt toepassen bij een volledig heldere en coöperatieve patiënt. Er moet namelijk een vrij dikke slang ingebracht worden in de maag. Er wordt vocht overheen gepompt en dat wordt vervolgens weer weggezogen. En de kans dat iemand daarbij gaat braken is aanzienlijk. En als je bij een niet heldere patiënt, als die gaat braken, dan is er een grote kans dat hij zijn braaksel inademt, aspireert noemen we dat, en dat kan dan een vervelende longontsteking geven. En om die reden is het dus gecontraindiceerd bij mensen die niet volledig helder of coöperatief zijn.
tenzij ze geïntubeerd zijn. Want dan zorgt die tube er eigenlijk voor dat er geen braaksel in de longen kan komen. Het andere wat we kunnen doen is het geven van geactiveerde kool. En dat is ook wel bekend als Norit. En dat is niks anders dan kool eigenlijk, wat sterk aan geneesmiddelen bindt. En het idee is dat zolang dat dus in het darmlumen blijft gebonden aan dat geneesmiddel, dan wordt het niet opgenomen. En dan heb je er dus ook minder effecten van. Dus ook een vrij grote hoeveelheid vocht die daarbij moet worden ingenomen. En dat komt omdat het eigenlijk altijd gecombineerd wordt met een darmlavage, met magnesiumsulfaat. En omdat het zo'n vrij grote hoeveelheid vocht is, heb je ook weer sprake van een aspiratierisico. En om die reden wordt dit ook alleen toegepast bij co-operatieve patiënten of als patiënten geïntubeerd zijn. Dan kan het via een maagzonde worden toegediend. Die darmlavage is dus eigenlijk het toedienen van grote hoeveelheden laxantia om maar te zorgen dat het zo snel mogelijk doorspoelt en dat er dus zo min mogelijk geneesmiddel wordt opgenomen. En het meest geschikte middel daarvoor is magnesiumsulfaat. Omdat dat relatief krachtig werkt, zolang je er maar voldoende vocht bij geeft. En het is ook contra-indiceerd om het met bijvoorbeeld lactulose te doen. Omdat daarvan bekend is dat het sommige stoffen kan oplossen. Dus als iemand bijvoorbeeld bolletjes heeft geslikt, dan kan lactulose ervoor zorgen dat die bolletjes stuk gaan. En dan neemt iemand dus juist meer van het geneesmiddel op. En dat wil je absoluut niet. Nogmaals, dit is dus geïndiceerd op het moment dat je geactiveerde kool toedient. En het is vooral effectief bij middelen met een gereguleerde afgifte. En als het gaat om middelen die heel snel worden opgenomen, dan kun je je voorstellen dat het effect van de darmlavage beperkt is. En als je anticholinerge middelen hebt ingenomen, dan is het effect dus juist groter, omdat je dan waarschijnlijk wat minder actieve darmen hebt, waardoor de opname beperkt is. Het spreekt voor zich, maar ik ga het toch even noemen, dat al deze middelen hebben natuurlijk alleen zin op het moment dat iemand iets oraal heeft ingenomen. En dus heeft iemand een intraveneuze intoxicatie met het een of het ander, of heeft hij iets rectaal of vaginaal ingebracht, of geïnhaleerd, dan is er geen enkele reden om deze dingen toe te passen. Dan het vergroten van de distributie. Zoals ik net eigenlijk al zei, wordt dat heel zelden gedaan. De enige indicatie is als je een erg zieke patiënt hebt en je zeker weet dat hij een erg lipofiel middel heeft ingenomen. Dus dat betekent dan een goed vetoplosbaar middel. Wat je dan kunt doen is het toedienen van intraveneuze lipiden, waardoor dat middel dus aan die intraveneuze lipide bindt en niet door de weefsels wordt opgenomen, maar in de bloedbaan blijft. Althans voor enige tijd. En tegen de tijd dat je dan al een deel van het geneesmiddel hebt uitgescheiden, zal dat langzaam loskomen en heb je het eigenlijk uitgesmeerd over een wat langere tijd, de afgifte van het medicijn, waardoor de effecten en ook de spiegel minder hoog zullen zijn. Het remmen van het metabolisme, eigenlijk net ook al helemaal uitgelegd, dat we dat met name doen in het geval van alcoholen. En dat komt omdat de metabolieten, dus de producten die ontstaan bij het metabolisme van schadelijke alcoholen zoals methanol en antivries, die zijn met name schadelijk. En als je nou zorgt dat de lever druk is met het afbreken van de gewone alcohol, van de ethanol, dan zal hij dus minder de andere ethanolen afbreken, waardoor er ook minder toxische metabolieten vrijkomen. Laatste, het verhogen van de excretie. Dat kan heel simpel door vocht toe te dienen. Dan zorg je dat iemand meer gaat plassen, dat noemen we diurese bevorderen. En dat is natuurlijk vooral effectief voor hydrofiele, oftewel wateroplosbare middelen. We kunnen ook de urine alkaliniseren, dat betekent meer basis maken. En gevolg is dan dat zure middelen
beter oplossen en dus ook beter worden uitgescheiden. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan salicylaten of NSAID's. En dat zijn andersoortige pijnstillers. Als laatste kun je hemodialyse overwegen. Dat is dialyse zoals nierpatiënten dat eigenlijk ook krijgen. Maar de indicaties daartoe die zijn beperkt tot geneesmiddelen met een kleine molecuulgrootte. Een molecuulgewicht tot zo'n 500 dalton afhankelijk van de methode van hemodialyse die wordt toegepast. Middelen die een laag verdelingsvolume hebben. Ja, je kunt je voorstellen dat ze door je hele lichaam verspreid zijn. Dus ook in je vetweefsel zijn gaan zitten. Dan heeft het weinig zin om ze te proberen weg te halen uit de bloedbaan met de hemodialyse. En ook middelen die slecht gebonden zijn aan eiwitten. Omdat anders vaak de molecuulgrootte te groot is om via hemodialyse uitgescheiden te kunnen worden. Dat wat betreft het beïnvloeden van de toxicokinetiek, dan hebben we nog dat laatste puntje, namelijk het toedienen van antidoten. En antidoten, die zijn er vele tientallen van. En die zijn eigenlijk op te delen in een aantal werkingsmechanismen. En de eerste daarvan, die vind ik zelf eigenlijk heel logisch. En dat is namelijk antagonisme, oftewel het tegengaan van de effecten. En dat kan competitief zijn, dus dat ze op dezelfde receptor gaan zitten. Zoals bijvoorbeeld acenocomerol, wat een vitamine K-antagonist is, en vitamine K. Of opiaten en naloxon. Maar dat kan ook klinisch zijn, hè, dus dat ze de effecten tegengaan. Van antidiabetica wordt je bloedglucose lager. Als je dan glucose toedient, dan wordt het weer hoger. Dat is een van de werkingsmechanismen die je veel zult tegenkomen op het gebied van antidoten. Andere veel voorkomende is het binden van de schadelijke stof. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan antilichamen die speciaal gemaakt zijn om digoxine te binden, waardoor het minder actief wordt. Of hydroxocobalamine, wat gebruikt wordt om cyanide te binden. Anti-sera tegen slangengif, die werken vaak via deze manier. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste die ik hier genoemd heb. Hier achter het plaatje staat nog heparine en protamine. Dat is ook een bekend voorbeeld van het binden van de schadelijke stof. En als laatste categorie heb je nog het voorkomen van schadelijke metabolieten. En dan heb je het bijvoorbeeld over middelen die met hemoglobine geven, met die hemoglobinemie geven. Dat kun je tegengaan door methylene blauw te geven. Paracetamol gaan we straks verder bespreken. Amanita phalloides, dat is de groene knolamaniet. Daar kunnen we tegengaan. De metabolieten daarvan kunnen we tegengaan met een middeltje dat silibinine heet. En zo is dit eigenlijk het derde werkingsmechanisme van antidoten. Zoals beloofd gaan we dieper in op de paracetamol. Want voor paracetamol hebben we een antidotum dat heet acetylcysteine. En dat is eigenlijk niks anders dan de vlijmuziel die jullie misschien ook kennen van de luchtwegklachten. En voor de luchtwegen wordt het gebruikt als een slijmoplosser. En in het geval van een paracetamolintoxicatie ga ik het effect uitleggen aan de hand van de metabolisering van paracetamol. Een paracetamol wordt via verschillende wegen wordt dat uitgescheiden en gemetaboliseerd moet ik zeggen. En ook deels onveranderd uitgescheiden in de urine. Belangrijk is dat het voor een heel klein deel, namelijk dus zo'n 2%, 60, 35, 95, 98, dus voor zo'n 2%, wordt het via CYP-enzymen omgezet in deze stofjes. Kan ik ook niet uitspreken. En de afkorting daarvoor, dat is NAPKI. En die NAPKI's, die zijn schadelijk op het moment dat ze binden aan de hepatocyten. Daar heeft je lichaam iets op gevonden, namelijk glutathion. En glutathion, dat bindt aan die NAPKI's, waardoor het een niet-toxische metaboliet wordt. Alleen van dat glutathion heb je maar een beperkte hoeveelheid.
En dat is ook de reden dat een normale hoeveelheid van maximaal 4 gram paracetamol per dag of maximaal 1 gram in één keer niet schadelijk is voor het lichaam. Maar neem je heel veel meer, dus bijvoorbeeld 10 pillen in één keer, hè, dus 5 gram in één keer, of 12 gram op een dag, dan kan het schadelijk worden. En de reden is dus uitputting van dat glutathion. Nou, gelukkig bestaat acetylcysteïne, want acetylcysteïne dat is een belangrijke bron voor het lichaam om glutathion uit te maken. Dus op het moment dat je acetylcysteïne dan toedient, dan herstel je eigenlijk de glutathionvoorraad, waardoor er minder binding is aan hepatocyten en waardoor er dus ook minder leverschade optreedt. Hepatocyten zijn overigens levercellen. Wanneer geef je dit nou? Dat doe je aan de hand van de spiegel paracetamol. Alleen die spiegel die varieert natuurlijk of je hem direct na inname hebt afgenomen of een aantal uren daarna. En daar is door meneer Matthew Rumack is een curve voor bepaald. Die laat zien dat op de x-as de hoeveelheid uren na inname en op de y-as de paracetamolspiegel. En als je boven die schuine lijn uitkomt, dan heb je reden om flambucil toe te dienen. Het komt relatief veel voor paracetamolintoxicaties. En de reden is met name zelfmoordpogingen. Want de ervaring leert dat als mensen een zelfmoordpoging doen, dan doen ze dat vaak niet met voorbedachte raden. Maar dan pakken ze alles wat in huis is. En omdat veel mensen paracetamol in huis hebben, is dit ook een van de meest gebruikte middelen om zelfmoordpogingen mee te doen. Het is dus altijd belangrijk om als iemand binnenkomt met het verhaal van een zelfmoordpoging met medicijnen, om dan een paracetamolspiegel te bepalen. Want je kunt er goed iets aan doen en op het moment dat je er niks aan doet, dan heeft iemand ernstige leverschade. En het komt dus vaak voor. Wat ik net vertelde over dat mensen het vaak niet met voorbedachte raden doen, dat blijkt ook uit dit plaatje. Dit plaatje laat namelijk de hoeveelheid zelfmoorden met paracetamol zien in Engeland, nadat zij in 1998 het formaat van de pakjes hadden gehalveerd, of iets minder dan gehalveerd. Er mochten geen 50 pillen meer in zitten, maar nog maar 20. En zo zie je dat de daling, sindsdien is er een daling van het aantal geslaagde zelfmoordpogingen met paracetamol. Terwijl de verwachting is dat als deze lijn zou doorzetten, dat het zelfs omhoog zou gaan. En dat is dus met een hele simpele interventie, zoals het verlagen van de hoeveelheid paracetamol per pakje, is dat gelukt. Zijn er nog twee andere antidoten waar je op basis van het vele voorkomen van intoxicaties met deze middelen verstand van moet hebben. En de eerste dat is flumazenil, merknaam Annexate. En dat is een antidotum voor benzodiazepines. En dat antidotum dat werkt als een competitieve benzodiazepine antagonist. En dus op dezelfde receptor werkt hij precies tegenovergesteld als de benzodiazepines. Belangrijk is om je te beseffen dat eigenlijk de enige indicatie voor het toedienen van flumazenil is bij een mono-intoxicatie met benzodiazepines. Dus als je ervan overtuigd bent dat iemand alleen benzodiazepines heeft ingenomen. En de reden daarvoor is dat er in het geval van mengintoxicaties vaak middelen zijn waar het lichaam sympathicomimetisch op reageert. En waar ook insulten bij kunnen optreden. Bijvoorbeeld tricyclische antidepressiva kunnen insulten geven. Soms wordt het ook gecombineerd met drugs of abuse, zoals amfetamine of MDMA. En dan zijn mensen die tevens benzodiazepines hebben ingenomen, zijn dus een soort van beschermd tegen het krijgen van klachten van deze aard.
Op het moment dat je dan flumazenil toedient, dan spuit je in één keer alle effecten van de benzodiazepines weg, waardoor die andere effecten juist de overhand kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat je beperkt bent met het toedienen van flumazenil, zeker op het moment dat je niet helemaal zeker weet wat iemand allemaal heeft ingenomen. Ander belangrijk iets om je te beseffen is dat flumazenil dat werkt ongeveer een uur en de meeste benzodiazepines die werken langer. Dus op het moment dat je iemand wakker hebt gemaakt door flumazenil toe te dienen, dan kan het zijn dat het een uur later de flumazenil is uitgewerkt, maar de oorspronkelijke toxine nog niet, waardoor iemand een uur later eigenlijk precies dezelfde problemen krijgt. Hetzelfde geldt overigens ook een beetje voor de naloxon. Ook dat werkt vrij kort. En naloxon dat is een heel vergelijkbaar stofje als de flumazenil, maar dan voor opiaten. Het is een competitieve opiatreceptor-antagonist, waar de opiaten zelf de receptor juist agoneren. De reden om het toe te dienen is bij ernstige intoxicaties. En we zien ook steeds meer dat bijvoorbeeld politieagenten in Amerika, die hebben een naloxon-neuspray bij zich. Voor als zij verslaafden tegenkomen die comateus zijn, kunnen ze door middel van die neuspray kunnen ze in ieder geval eerste hulp verlenen. Gevaar bij het toedienen van naloxon is wel dat mensen het je meestal niet in dank afnemen. Zeker de verslaafden, die hebben in één keer geen werking meer van hun opiaat en die kunnen ook ontwenningsverschijnselen vertonen. En een goede manier om hiermee om te gaan is door het heel langzaam toe te dienen. Dus meestal wordt het op de intensive care gegeven via een intraveneus infuus en dan heel langzaam de hoeveelheid steeds opgehoogd. Die politiemannen, die moeten eerst hulp verlenen, dus die geven gewoon één keer een hele hoop. En dan kunnen ze altijd in tweede instantie nog kijken of ze iemand misschien moeten sederen vanwege de ontwenningsverschijnselen. Oké, we zijn aangekomen op het einde van dit college. Ik heb hier nog een aantal websites staan voor als naslagwerk, voor als je er meer over wilt weten. En met name Trimbos kan ik aanraden vanwege de drugsmonitor die ik heb laten zien met daarin mooie cijfers over het drugsgebruik in Nederland. En toxicologie.org, daar kun je hele duidelijke richtlijnen vinden op het moment dat je te maken hebt met iemand met een acute intoxicatie. We hebben tevens een drugsquiz en de link zal ik ook onder dit filmpje plaatsen. En als je vragen hebt qua tentamen, dan kun je terecht op Canvas en dan zullen we je vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Bedankt voor jullie aandacht en nog een fijne dag gewenst.